Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij vandaag een fucking zieke nieuwe video. En vandaag is het iets heel belangrijks, want ik heb het soort van, het is heel raar. Over een maand begint het EK 2021, over een maand al. Dat is een soort, ik besef me dat nog niet helemaal. Normaal gesproken is er zoveel hype voor een toernooi, maar nu is volgens mij de Champions League finale 2 weken of zo voor het begin van het EK. Het is zo raar hoe weinig tijd daartussen zit, het is natuurlijk een hele rare situatie dat het verplaatst is. Nou, jullie weten het allemaal, maar over een maand begint het EK. Ik zat er vandaag een beetje over na te denken en ik dacht, ik ben wel, denk ik, een van de grootste voetbalkenners van dit land. Je hebt een paar andere, je hebt bijvoorbeeld Atemos. Ik reken AZ erbij, dat zijn er 4 en dan die 3 is 7. Soeligoat. Maar goed, ik denk dat toch in die top 3 ik wel op een derde plek kom. En ik weet, er zitten vast heel veel mensen nu zo'n maand voor het EK begin te wachten op mijn voorspelling. Die willen gewoon weten, Milo, wat gaat er gebeuren? Moet ik nog kijken? Heeft het zin überhaupt? Ja, nou, dat ga ik jullie vandaag uitleggen. Kunnen we allereerst even een klein duimpje omhoog doen? Ga ik even abonneren. Abonneer nou, mensen. Abonneer nou. We gaan beginnen met de voorspelling. Ik heb hier een siteje. Euro 2021 Predicta. Hier zie je alle groepen. We moeten eerst gaan aangeven welke groepen er eerste worden in de pool. Heel simpel. Welke ploegen gaan de eerste worden? We beginnen met groep A. Daar hebben we Turkije, Italië, Wales en Zwitserland. Wel een goed poeltje, moet ik zeggen. Het is geen slecht poeltje. Ik denk dat Italië daar wel gewoon eerste gaat worden. Maar het is niet makkelijk, want Turkije speelt echt gewoon goed de laatste tijd. Zwitserland ook een goed team. Wales ook gewoon redelijk. Wie worden de tweede? Ik denk Turkije tweede. Turkije tweede, dan denk ik Zwitserland derde en Wales vierde. Out. Klaar. Groep B dan. Groep B hebben we Denemarken, Finland, België en Rusland. Ik denk dat België daar vrij soepel eerste wordt. Je hebt dan Denemarken en Rusland. Kijk, Finland wordt sowieso vierde. Finland, die hebben helemaal geen enkele goede speler. Ja, poekie. Maar Denemarken en Rusland zijn allebei van die landen. Ja, ik denk dat Denemarken tweede wordt, Rusland derde. Finland. Out. Groep C dan. Ja, daar gaan we. Daar gaan we. Nederland natuurlijk eerste. Dit is wel echt, van alle pools is dit wel, ja, we hebben het wel best wel getroffen, zeg maar. Het is niet een heel moeilijk poeltje. We hebben Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. In dat poeltje zou ik zeggen dat normaal gesproken Oostenrijk tweede wordt, Oekraïne derde. Maar ik ga een keer voor een verrassingje. Oekraïne tweede, Oostenrijk derde. Macedonië klaar. Die zien we nooit meer terug. Groep D dan. Engeland, Kroatië, Schotland, Tsjechië. Ook weer gewoon echt wel gewoon een goede pool. Ik denk dat Engeland eerste wordt daarin, Kroatië tweede. En dan die derde. Ik denk dat Schotland misschien nog een keer gaat verrassen ook. Schotland derde, Tsjechië eruit. Tot nooit. Doei. Groep E dan. Spanje, Zweden, Polen, Slowakije. Ja, Spanje wordt natuurlijk eerste. Ik denk dat Polen daarin tweede wordt. Zweden derde, Slowakije eruit gaat. Ja, dat denk ik, ja. Nou goed, nu komen we aan bij de pool. Toch wel een beetje de pool des doods. Pool F. Hongarije, Portugal, Frankrijk, Duitsland. Ja, dit is gewoon een kutpool. Als je Hongarije bent, weet je, dat is klaar. Die gaan natuurlijk geen punten halen. Die andere 3 teams, dat zijn ja, toch wel vrij sterke teams. Ik denk dat Frankrijk eerst wordt in die pool. Frankrijk vind ik gewoon echt een goed team. Die MLP die gaat er toch weer gewoon heel veel in leggen. Duitsland is toch iets minder, denk ik. Portugal ook iets minder. Ik denk dat Portugal tweede wordt. Ik denk dat Duitsland derde wordt. Of Portugal derde. Nee, Portugal wordt tweede. De Portugal die gaat gewoon verrassen. Duitsland verliest 2 keer van Frankrijk. En Portugal wint 1 keer van Duitsland. Ja, Hongarije is natuurlijk. Ja, die zijn natuurlijk gewoon kansloos. Maar dan is het heel belangrijk. Want dit jaar gaan de beste nummer 3 gaan door. We moeten onze 4 beste nummers 3 kiezen. Maar het lastige daarin is dat zijn niet de beste teams. Maar dat zijn natuurlijk de beste met de meeste punten. Dus bijvoorbeeld een Duitsland. Het wordt wel derde. Die gaat ook wel punten. Ja, die gaan wel punten pakken tegen Hongarije. Die gaan sowieso wel door. Kijk, als we even naar die pools kijken. Kijk, Zwitserland gaat gewoon veel punten pakken. Want die gaan wel heus van Turkije winnen. Maar die kunnen daar ook wel van Wales verliezen. Oké, ik denk dat Oostenrijk, in die pool met Oekraïne gaat Oostenrijk, die gaat wel door. Dan Zweden gaat ook door. Dan heb je Duitsland, wil ik er gewoon bij houden. Die pakken heus wel een puntje tegen Portugal te winnen van Hongarije. Dan is dus de vraag, wie van de twee, Rusland of Zwitserland, de meeste punten gaat pakken. En het ding is, dat zijn een beetje vergelijkbare pools. Want Rusland verliest 2 keer van België. En Zwitserland verliest 2 keer van Italië. Zwitserland wint 2 keer van Wales. Rusland wint 2 keer van Finland. Maar die Rusland, Denemarken en Zwitserland, Turkije vind ik vergelijkbaar. Dan denk ik dat Rusland meer punten pakt. Rusland pakt meer punten. Want België wint zo dik van alles. Dat die op een gegeven moment klaar zijn. En dan kunnen ze nog wel een keer tegen Rusland gelijk spelletje. En zijn ze alsnog eerste. Terwijl Italië heeft het best wel moeilijk nog tegen Turkije en zo, denk ik. Dit wordt het. Dit gaat het worden, sowieso. Ja, dit is duidelijk. Maar dan nu de fase waarin het leuk wordt. De knockout stage. Het irritante is alleen, zoals ik het nu al zie, dat ik Nederland-Duitsland heb gemaakt. We hebben Nederland-Duitsland. Dat boeit dus echt als we nu dan bijvoorbeeld dit omdraaien. Nee, dat boeit niet. Nee, dat boeit helemaal niet. Nee, het is gewoon uit die pools. Is Nederland gekoppeld aan die pool F? Tyfus. Is dat echt zo? Oh ja, hoe dan ook komen we tegen Portugal, Frankrijk of Duitsland? Nou, kunnen we hebben. Kom op, Nederland. Kom op, kunnen we hebben, Memphis Depay, wereldspeler. Nee, goed, we gaan gewoon beginnen. We beginnen met Italië, Oekraïne.
Pool A tegen Pool C. Oekraïne zat dus bij ons in de pool. Nou, die hebben het leuk gedaan. Gestunt tegen Oostenrijk. Die gaan natuurlijk wel gewoon uit tegen Italië. Dat mag het duidelijk zijn. Italië wint gewoon. Turkije-Denemarken. Dat is een aardig potje. Groep A en groep B, de nummers 2 aan elkaar. Het gaat Turkije winnen. En Turkije is helemaal niet slecht. Die Burak Yilmaz, die gaat daar toch gewoon een feestje van maken. Denemarken is wel leuk, maar Turkije gaat dat winnen. Hè? Alle Turkse kijkers. Voor jullie is deze. België-Zweden, dat lijkt me echt een walkover voor België. En dan komt hij. Nederland-Duitsland. Poeh. Dit is niet makkelijk. Nou goed, omdat ik natuurlijk gewoon toch wel gewoon een Nederlandertje ben. Wil ik ze dit rondje nog het voordeel van de twijfel geven. Omdat Duitsland, die zijn niet lekker in vorm. Duitsland, dat doet het helemaal niet zo heel bijzonder. Die zijn ook derde geworden in die pool. Dus achter Portugal. Die hebben een keer voor Portugal verloren. Die hebben de Mbappé om de oren gehad. Die zijn helemaal uit het veld geslagen. Dan gaat Nederland winnen. Nederland die heeft heerlijk die 15 punten binnengehaald. Zijn het 15 punten? 3 punten? Ja. Nee. 18 punten natuurlijk, ja. Kroatië-Polen. Leuk potje. Dat is echt een van de lekkere potjes in deze ronde. Maar dat gaat Kroatië winnen. Polen, eigenlijk is dat gewoon een kutteam. Hoezo zijn die eigenlijk door? Ja, die zijn natuurlijk boven Zweden. Ja, kutpool. Echt een kutpool. Polen is het tyfus team. Die gaan verliezen van Kroatië. Frankrijk rolt Oostenrijk op met 8-0. Spanje-Rusland. Spannend potje, maar ik denk toch in de verlenging... Morata. Goed. En dan een krakertje hoor. Ja, Engeland tegen Portugal. Portugal tweede hoort in die pool. Engeland eerste. Dit is ook, als je Engeland bent, is ook niet lekker. Als Engeland zijnde, kan je misschien oprecht nog beter tweede worden in die pool. Dat is toch heel raar. Want Kroatië wordt nu tweede in die pool. En die mogen dan tegen de nummer 2 van pool E. Terwijl pool E heeft echt een kut nummer 2, dat weet je nu al. Terwijl Engeland, die zou dan eerste worden in die pool. En die moeten dan tegen de nummer 2 uit die pool met Portugal, Frankrijk, Duitsland. Dat wil je helemaal niet. Oké, maar even als ik Engeland was, zou ik zeggen, wordt lekker tweede in die pool. Ja, dat gaat gebeuren. Kroatië wordt eerste, Engeland, ja. Dat gaat Engeland goed tactisch spelen. Engeland gaat dat tactisch spelen. Die spelen dan in de laatste wedstrijd tegen Kroatië. Gaan ze ineens eigen doelpunten maken. Dat gaat gebeuren, ja. Ja, want dan krijg je dus Engeland-Polen en Kroatië-Portugal. Dat wint Engeland dan makkelijk van Polen. En dan krijg je echt een kraker Portugal-Kroatië. Zo, wat een pottenstitje, joh. Kroatië-Portugal. En dat gaat Kroatië winnen. Dat gaat Kroatië winnen, die winnen dat. En dan kom je dus bij de volgende kwartfinales. Zo, dit is het teringziek toernooi. What the fuck, wat een teringziek toernooi, gek. Wat een pot, Engeland-Frankrijk. Oh, dit is een van de beste potten van het toernooi natuurlijk. Engeland heb ik ziek hoge verwachtingen van. Die hebben nu zo'n bizarre lichting. En ik denk dat Frankrijk een beetje de grote favoriet is gewoon. Dit is eigenlijk een finale pot. Dat gaat Frankrijk toch winnen. Oké, dan hebben we België-Italië. Dat gaat denk ik België toch wel winnen. Want Italië is helemaal niet zo... Ja, die zijn wel goed, maar ook niet heel goed. En België heeft gewoon wel gewoon echt een heel goed team. Die gaan door. Dan krijg je nu weer... Ja, in die kwartfinale krijg je dan echt een klapper. Nederland-Turkije, revanche. Dit is wel... hier zit belading bij. De wedstrijd heeft aardig sentiment erachter hangen. Ik zou zeggen dat Nederland... toch wel van die eerste paar wedstrijden heeft geleerd. En dit moet winnen. Ja, Nederland wint dat. Nederland gaat dat winnen. Dan krijg je Spanje en Kroatië. Die wint toch Spanje wel. Kroatië, fucking goed gedaan. Portugal uitgeschakeld. Eerste wordt in die pool met Engeland. Maar Spanje, maatje te groot. En dan krijg je de volgende halve finales. Dan heb je Frankrijk, België, Nederland, Spanje. Ja, dit zijn bizarre affiches. Dit zijn bizarre wedstrijden. Dit is heerlijk. Ik ga daarvoor zitten. Ja. Voor allebei. Dan zit ik met de bakje chips, zit ik daar klaar voor. En dan juichen, hè. Juichen, met het vuistje erbij af en toe. Frankrijk-België, dat gaat Frankrijk winnen. België heeft een fucking ziek team, maar niet Frankrijk ziek. Niet Frankrijk-waardig ziekheid. Als die Mbappé op die Toby Alderweireld afkomt, is het klaar. Dan is het afgelopen. En wel, ja, wat heeft België? Ja, zo'n De Bruyne is natuurlijk wel heel goed. Maar op het moment daar N'Golo Kanté op staat, is het klaar met die De Bruyne. Dat zie je nu ook al in elke wedstrijd van City tegen Chelsea. Chelsea trouwens. Nee, maar dat is klaar met die De Bruyne. Dus dat gaat Frankrijk gewoon winnen. En dan krijg je Nederland-Spanje. Halve finale. Nederland-Spanje op de halve finale van het EK 2021. Om een finale plek tegen Frankrijk te verdienen. Hey, weet je, fuck it. Fuck it, Nederland. Doe dit. Nederland, doe dit. We staan in de finale. We staan in de finale. What the fuck? Goed, finale. Frankrijk wint dat. Ja, sorry. Dat is gewoon zo. Hier zie je ook, most predicted to win, 20% Frankrijk, 50% Engeland, 50% België. Frankrijk schakelt in mijn ding, schakelen ze België en Engeland uit. Dus dat kan. Het is wel ziek dat Nederland, ja, maar Nederland die finale tegen Frankrijk gaan ze niet winnen. Maar dat ze in die finale komen is al heel ziek. Mensen, zet hem vast in de agenda. Voor mij is het 11 juli uit mijn hoofd. Ja, 11 juli, ja. Ja, 11 juli, heerlijk is dat. Zet hem in de finale, Frankrijk-Nederland. Fucking ziek. Goed mensen, jullie hebben het gezien. Dit is mijn voorspelling van het EK 2021. EK 2020 moet ik eigenlijk zeggen, wat in 2021 gespeeld wordt. Laat even weten, zijn jullie het met me eens? Denken jullie dat dit gaat gebeuren? Denken jullie dat Engeland eigen doelpunt gaat scoren in de laatste wedstrijd tegen Kroatië? Of werkt dat niet zo? Ik weet helemaal niet hoe het in die wedstrijd... Ik moet natuurlijk een beetje goed kijken naar die wedstrijden eigenlijk. Of Engeland echt de laatste wedstrijd tegen Kroatië speelt. Dat zal Kroatië de eerste en de vierde keer hebben gehad ofzo. Maakt niet uit. Er gaan hele zieke dingen gebeuren. Er worden fucking zieke wedstrijden gespeeld. Ik denk dat Frankrijk het EK gaat winnen. Ik denk dat Engeland ook een goede kans maakt. En toch wil ik ook Nederland daar gewoon bij hebben. Tuurlijk, dat is natuurlijk gewoon, daar ben je gewoon een supporter voor. Tuurlijk doe je dat. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik ga binnenkort een video doen waarin FIFA het hele EK voorspelt.
Ga die dus zeker in de gaten houden. Druk ook even op dat belletje daarvoor, want die wil je niet missen. Tot de volgende video, mensen. Like, subscribe, reageer. En dan zeg ik voor nu de ballen. Ciao!